Kenzie Rekenen is helemaal digitaal. Heel fijn. Ja, kinderen kunnen zelfstandig aan de slag uiteindelijk na de instructie. En ze kunnen dan ook op een uitleg icoontje klikken, waardoor ze zelf nog een keer de instructie kunnen luisteren als ze het even niet meer weten, of een plaatje erbij, een filmpje erbij. Dus het is op maat. Het is adaptief, dus het past zich aan. Als je een foutje maakt, gaan ze terug. Gaat het goed, dan wordt het moeilijker. Ja, en zo is het heel mooi per kind wat aansluit eigenlijk. Ja, je moet als leerkracht daar wel op in kunnen spelen. We hebben een heel flexibel team die daar heel makkelijk mee omgaan. En die zoiets hebben van, oh, dat gaan we doen en maandag gaan we beginnen. Dus met veel enthousiasme. Dus dat heb je wel nodig. Het is wel, het vraagt ook veel creativiteit. Je wil niet elke dag hetzelfde doen. Dat is voor kinderen ook niet leuk. Maar dat standaard in het werkboekje werken en het klaar hebben en het nakijken dan. En ja, dat kost zoveel minder tijd en energie, ja, waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt. Ja, en dat is bij Kenzie niet. Het wordt automatisch nagekeken. Het wordt automatisch op het niveau van de leerling. Dus dat is heel mooi. Kinderen vinden het leuk. Ze werken graag op de laptop, want dat is natuurlijk van deze tijd. Het is veel moderner dan in een werkboekje. Maar ook zitten er werkbladen bij en moeten ze wel de som opschrijven. Dus het is niet dat ze helemaal niets schrijven of niet met pen en papier aan de slag gaan. Maar daarnaast zit ook dat stukje bewegen erbij, waardoor ze veel minder op hun stoel aan het verwerken zijn. Dat is wel heel belangrijk. Dat vinden kinderen heel fijn, heel prettig. Het is helemaal op het eigen niveau gericht. Kinderen kunnen ook gedurende een periode in groep 4 werken en dat het toch blijkt dat het een veel hoger niveau aan kan. En dan gaan we gewoon kijken of dat in groep 5 een betere aansluiting past. En doordat iedereen op school ook op hetzelfde moment met rekenen bezig is, kunnen we daar heel flexibel in schuiven. Iedereen werkt op zijn eigen niveau, kan gewoon lekker zichzelf zijn. En ja, vind je rekenen moeilijker, dan staat niemand daarvan te kijken. Want bij spelling vindt de ander spelling moeilijker en dan wordt daar ook weer ingeschoven. Dus het is ook gewoon, als ze laten zien van ik wil heel hard werken of ik ga thuis heel veel oefenen. Ja, dat resultaat zien ze en dan weten ze ook, nou, dan kan er ook weer geschoven worden. En dan kun je ook weer omhoog en dan kun je ook weer groeien. Ja, dus eigenlijk ook kwaliteiten worden heel erg ingezet. Kinderen die voelen zichzelf ook gefrustreerd als het niveau niet aankunnen. Dus voor kinderen, we leggen dat ook uit. Het is niet erg dat je een lager niveau, in een lager niveau moet gaan rekenen. Het is gewoon heel fijn dat het kan dat je op je eigen niveau mag rekenen. Wat je zelf goed kan en dat je daar goede punten haalt. Ja, en dat is eigenlijk, ja, dat is soms natuurlijk wel vervelend. Kinderen willen soms bij vriendjes en vriendinnetjes zitten, maar soms hebben kinderen ook zoiets van, oh ja, dat is eigenlijk wel helemaal prima. Ik vind het leuk daar. Ik kan het aan en het gaat goed. Dus kinderen vinden het ook fijn. Als we nu terugdenken, denken we, oh, dat hadden we veel eerder moeten doen. Daar hadden we eigenlijk al veel eerder mee moeten starten. Maar ja, voordat zo'n traject ook helemaal goed loopt, ja, dan moet je gewoon mee oefenen en dan moet je mee spelen. En je gaat kijken wat er op scholen gedaan is en wat andere scholen gebruiken. Maar ja, nu we ermee werken, is het echt gewoon een succes. Heel fijn. Daar willen we natuurlijk wel uiteindelijk naartoe, dat we alles aanbieden op niveau. Maar op dit moment zijn we nu dan met rekenen en spellingen aan de slag. En ja, dat bevalt heel goed. Kinderen vinden het prettig en leerkrachten ook. Je kunt heel makkelijk een doel terughalen of een doel aanklikken en dan even weer de uitlegkaarten erbij halen of een filmpje erbij pakken of even extra oefenen in het zelfstandig werken. Van ga jij nog maar even aan dit eiland werken. Dus ja, eigenlijk is het heel fijn. Ik zou toch zeker een keer kijken naar Kenzie. Een keer komen kijken bij ons als je het interessant vindt. Ja, want de werkwijze is gewoon super fijn. Het is wel iets waar je natuurlijk als team helemaal achter moet staan. Dus iedereen van het team moet het dragen. Maar als je dat interessant vindt en je denkt dat ons team kan dat ook, dan is dat zeker de moeite waard.